wat je als kunstenaar doet, is natuurlijk voortdurend stilstaan bij waar heel veel mensen aan voorbij gaan. Dat is wel volgens mij waar het leven voor is, om te leren. Als 11-jarige kwam ik op een middag de trap af en wist ik dat ik er was en er niet meer zomaar niet kon zijn. Met 9 bekende Gelderlanders loop ik de Walk of Wisdom, een pelgrimsroute rondom Nijmegen. Wanneer ben je wijs? Hoe word je het? En wat heb je er eigenlijk aan? Al wandelend ga ik op zoek naar het antwoord. Als je wetenschap en levenservaring op een goede manier combineert, ben je aardig op weg om wijs te worden. Dat leerde ik vorige week van Agnes Kant. Het is mooi om te zien hoe zij blijft strijden voor een eerlijker wereld. Volgens Agnes hebben mensen bijna altijd het beste met elkaar voor, maar mag de mensheid als geheel nog wel wat wijzer worden. Stof genoeg om nog even op te kauwen, op weg naar mijn volgende gast. Ik ben een fan van de boeken van Tjitske Jansen. Die maakt in mijn ogen hele mooie, verrassende en ook grappige gedichten. En verhalen trouwens. Waarin haar geboorteplaats Barneveld ook veel voorkomt. Ze zat daar bij de kerk, daar wordt ook veel over geschreven. Na Barneveld is ze gaan studeren in Arnhem. Theaterdocent geworden, maar dat schrijven was onontkoombaar. Dat is wat ze ook doet. Ook lesgeven en ook heel veel voordragen natuurlijk. Ik heb haar al eens eerder ontmoet in 2003 of 2004, dus een hele tijd geleden. Daarna heb ik haar nooit meer gezien. Maar haar creatieve, lenige geest en haar gevoel voor humor, die zijn me altijd bijgebleven. Zij vraagt zich heel veel af in haar boeken. Dus zij moet veel geleerd hebben over het leven en over haarzelf de afgelopen jaren. Moet dus wijzer geworden zijn. Dus ik ben heel blij nu dat ik met haar op pad ga over deze Walk of Wisdom. Hey. Hey. Tjitske. Klaas. Hallo. Ja, je zat een beetje rond te kijken hier. Ja. Naar de villa. Dit was de 2000 jaar oude villa volgens mij. Een Romeinse villa. Gaat jouw verbeelding hier dan ook gelijk met je aan de haal? Over hoe die mensen geleefd hebben? Nee. Oh. Nee. Het zou kunnen in principe, maar dat is niet het gebeurd. Nou, wij gaan vandaag ongeveer 15 kilometer lopen, hè? De Walk of Wisdom. En de bedenkers daarvan hebben het als het ware mogelijk gemaakt voor mensen om daar te bezinnen. Hè? Om na te denken over het leven en zo. Kom jij veel in de natuur? Wandel je veel? En is dat voor jou ook een moment om je te bezinnen? Ik zou natuurlijk heel graag zeggen nu, ja, ik wandel elke dag en ik heb een hond. Ja. Maar dat valt wel mee. Ik wandel wel eens en ik fiets ook wel. Maar het is niet dat het een dagelijkse routine of zo is. Is ook niet de plek waar je inspiratie op doet dus? Nou ja, vaak wel eigenlijk. Dus ik denk altijd, als ik ga wandelen, denk ik ook, dat zou ik vaker moeten doen. Maar het zit niet in mijn systeem om dat dan echt heel vaak te doen. Dus dat is wel grappig, dat ik ooit van Joke van Leeuwen, schrijfster, leerde. Of die zei, je moet altijd op tijd stoppen met schrijven. Dus je moet, dan is het goed bijvoorbeeld om te gaan wandelen en om even met iets heel anders bezig te zijn. En dan kom je vaak weer op het volgende idee of hoe je verder moet. Maar het werkt weer niet als je op die manier gaat wandelen. Als je denkt, nou, ik ga nu wandelen om een idee te krijgen. Als er iets in je hoofd komt, heb je dan een boekje bij je nu waar je dat opschrijft? Ik heb een heel huis vol, overal liggen opschrijfboekjes. Maar ik heb die ook een periode altijd bij me gehad en daar word ik ook wel gek van. Dat je dan de hele tijd het idee een beetje aan moet staan. Ik wil het ook gewoon een beetje laten ontstaan. Goed, zullen we op pad gaan? Heb jij dat je verbeelding? Dat je meteen denkt van hoe leven. Ja, dat heb ik ook wel een beetje. Ja. Trouble travels fast when you're specially designed for crash testing. Wearing wool sunglasses in the afternoon. But who needs sleep when we've got love? And
Who needs keys when we've got clothes? And who needs please when we've got guns? And who needs peace when we've gone above? But beyond where we should have gone, we went beyond. Heb jij veel over jezelf ontdekt door te schrijven? Natuurlijk ontdek je dingen als je schrijft, want je, het is een manier, ja, het, is ook, het helpt je ook bij het doen van ontdekkingen. Het eerste wat ik aan dacht was een fragment dat ik schreef over dat twee meesters bij ons thuis kwamen en dat ik mocht kiezen bij welke meester ik ging wonen. Dus ik ging een tijdje thuis weg en ik mocht dan kiezen. En dat op het moment dat ik dat schreef, dus die herinnering was ik nooit vergeten, maar dat, terwijl ik het schreef, ik wel ineens zag hoe raar dat was. Weet je, dat er twee van die meesters op bezoek en dan... Moest jij uitkiezen? En moest ik gewoon kiezen op dat moment zelf. Dus jij kon even niet meer thuis wonen en ja, dan kon je bij een meester van school gaan wonen? Ja. En dan zeiden ze, bij wie wil je? Bij wie wil je? Waar is het bij? Dat is heel... En door daarover te schrijven, dus dat is wel ook een effect van schrijven, dat je dan ineens ziet van, hè? Waarom schrijf jij eigenlijk? Waarom schrijf ik eigenlijk? Ik heb een theateropleiding, docent theateropleiding gevolgd. En ik weet dat toen ik daarmee klaar was, dat ik heel duidelijk voelde, dat moet ik niet doen. En het was nog niet eens zozeer dat ik dan wist van ik wil schrijven, maar wel... Eigenlijk het enige wat ik wilde was tijd hebben. Eigenlijk. Dus ik denk ook dat het schrijven... Het belangrijkste was niet zozeer het schrijven, maar dat ik iets moest verzinnen wat ik kon gaan doen om zo vrij mogelijk te zijn. Want tijd hebben is vrij zijn? Ja, voor mij. Ja, tijd hebben om... Tuurlijk. Dat ik tijd heb om te doen wat ik wil. Als je geen tijd hebt, dan kun je niet kijken. En dan kun je niet voelen. Dus dat is wat je als kunstenaar doet, is natuurlijk voortdurend stilstaan bij waar heel veel mensen aan voorbij gaan. En waar je misschien zelf ook geneigd bent aan voorbij te gaan. Omdat het heel... Dus dat is het. Het is er zijn. We zijn human beings, maar niet human doings. Oh, ja. Maar eigenlijk zijn we dat een beetje... Dus we zijn vaker human doings, denk ik. En jij wil... Gewoon zien en horen wat er en voelen misschien wel wat er om je heen gebeurt. Ja, ik denk dat je heel snel aan van alles voorbij... Ja, eigenlijk voortdurend leef je aan van alles voorbij. Dus, en ik denk dat het de bedoeling is om niet aan van alles voorbij te leven. Ja, dus dat er echt is wat er is, ja. I'm stuck between channels, my thoughts all quit. I thought about them too much, allowed them to touch. The feelings of rain down on the plains, all dried and cracked. Waiting for things that never came. En jij schrijft veel over jezelf, hè? Over wat je gevoeld hebt, wat je gedacht hebt, wie je tegengekomen bent, wat voor gesprekken je had. Ja. En veel over je jeugd in Barneveld, over de tijd bij de kerk daar. Maar waarom over jezelf zoveel? Dat is ook wat ik het liefste... Ik lees ook het liefste wat mensen schrijven over zichzelf. Dus ik wil weten hoe het is voor mensen om te bestaan. En ik wil ook laten weten hoe het is voor mij om te bestaan. En die ik, het is wel over mezelf, maar het is wel vormgegeven, mijn vormgegeven zelf. Dus het is wel wat ik kies en wat ik vertel en hoe ik het vertel. En het is ook zo verteld, zo geschreven. Ik heb bijvoorbeeld een moment in curriculum, dan gaat het over mijn oma die ligt op sterven en dan... Hebben we elkaar aan de telefoon en dan weten we niet zo goed wat we tegen elkaar moeten zeggen. En op een gegeven moment zegt zij, ik moet ophangen, lingo begint. Vlak voordat ze overlijdt? Nou ja, vlak voordat ze ligt op haar sterfbed. Maar en dat is een fragment, dat is heel persoonlijk. Dat is mijn oma, mijn lingo-verslaafde oma was dat. Maar iedereen kent dat, iedereen... Weet dat je dus in het leven dat je met de dood, dat er iemand op sterven ligt, dat je heel erg liefdesverdriet of in de rouw of weet ik veel. En dat je dan ook nog wel opeens heel nodig moet poepen of dat lingo begint. Of dat je gewoon nog wel nog even dat stomme computerspelletje wilt doen, snap je? Dus het is ook een beetje de kunst om die momenten te kiezen. Dus ook bijvoorbeeld over mijn tante, dat een tante aan mij vraagt, wie is jouw lievelingstante? Ja. Dan zeg ik, ja die, tante Kobi. Oh ja, en de tweede, ja die. En de derde, en ik denk, oh, zij is ook een tante van me. Weet je? Ja, zo. En dat iedereen... Dus dat is ook een delen. Dus ik deel over mezelf, maar het is, nou, je reageert ook. Dus het is een... Je kent dat. Je weet misschien niet meteen een moment. Maar iedereen weet dat je in een onbevangenheid dingen zegt. En dan, wat zeg ik? Weet je, zo dat. Maar beschrijf je dan over jezelf om anderen ook meer over zichzelf te laten nadenken? Zo heb ik het niet bedacht. Ik denk niet van, ik ga schrijven om anderen over zichzelf. Het is heel direct. Het is een heel direct... Ik denk dat het directe... Ik denk dat het...
meest directe is dat ik, dat ik heel graag in contact wil blijven met die kinderlijke energie. Dat is wel interessant trouwens, dat wijsheid. Dat wordt in heel veel mensen hebben daar een idee bij van iemand die lang genoeg leeft en dan is die wijs geworden door het leven en dan kun je die allemaal vragen gaan stellen over het leven. Terwijl in het boeddhisme is het idee van wijsheid veel meer verbonden met jeugd en onschuld. En juist dus daarmee, dus niet dat je een kind bent, maar wel dat je die energie weer terugvindt. Als kind had ik dat liedje van Jules de Kort. Ik zou wel eens willen weten, ken je dat? Ja. En het eindigt, het gaat over waarom gaan de wolken zo? En dan eindigt het met dus al die wolken en de bergen, waarom zijn de bergen zo hoog? En dan eindigt het met, ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? En dan als kind, ik hoorde dat als kind, stond dat op. Dan dacht ik, ik ben helemaal niet moe. Het ging helemaal niet over jou. Nee, en later denk je, oh ja, de mensen zijn moe, ik ben ook moe. Ja. En voor mij worden we moe dus van... Kinderen hebben gewoon meer energie, ja, zijn nog helemaal benieuwd naar alles wat ons geeft. We worden natuurlijk vanaf onze geboorte worden we getraind om niet eerlijk te zijn en om ons aan te passen. En om, dus daar word je doodmoe van natuurlijk. Dus het is de kunst om weer onaangepast te durven zijn en om gewoon te zijn, want dat is waar je moe van wordt. Ja, en natuurlijk ook dat we allemaal in een systeem vastzitten van allemaal dingen moeten en toch? Niet dat je per se moe wordt van lang leven. Het is niet per se dat iedereen die lang leeft moe is. Sommigen wel. Die veel moesten. Ja, van zichzelf of van anderen. Of het is natuurlijk ook, wel met omstandigheden te maken. Maar... Ben je wijs geworden door te schrijven? Sommige mensen vinden mij wijs en anderen vinden van niet. Dus ik weet niet of dat aan mij... ik denk het wel. Eigenlijk wel. Het helpt mij. Het is mijn middel. Het is een middel om... wat ik net zei, om weer opnieuw onaangepast te durven zijn of om oorspronkelijk te blijven. Dat is eigenlijk wat ik probeer. Ja. En door oorspronkelijk te blijven of te zijn? Of weer opnieuw te worden. Dus proberen zo oprecht mogelijk te zijn. Ja. En dat is een vorm van wijsheid? Dat vind ik een vorm van wijsheid, ja. Blue, touches gray, touches brown. I look down at my feet, they've been with me for years. I take one step for you and then two for myself. Oh, I need to be stronger. I need to be stronger. Blue touches blue, touches black, then expands all the tears and the years in the palm of my hand. Do you think tell me what's wrong and what's wronger? I need to be stronger. Hou je het bij? Oh ja. Nou net, maar net. We zitten hier nu op 15 meter hoogte. En ik heb mij laten uitleggen waar het hoger ongeveer, was. Ongeveer ligt. Daar... Ik mag niet dichtbij. Os, oh ja, sorry. Daar ligt Os en daarachter ligt Den Bosch. Hier ligt Groesbeek ongeveer, maar die zien we nu niet achter de bomen. En iets meer daarheen ligt Nijmegen. Oké. Ben je nu gelukkiger nu je dat weet? Ja. Ja? Ja, dat is toch leuk om te weten. Maar het is gewoon een beetje de aardse kennis. Het hoeft niet allemaal zo... Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Alleen ik zie niks meer dan wat ik... Ja. Maar even over jouw boeken nog. Jouw verhalen. Graag. Gedichten. jij schrijft ook, tenminste zit best wel veel pijn ook in de boeken, hè? In de verhalen, in de gedichten. En dat voert dan vaak terug op die jeugd in Barneveld. Dat je, zeg maar, jouw ouders gingen uit elkaar toen jij 9 was. Op je 12e ging je in pleeggezinnen wonen. Maar hoe is het eigenlijk om eerlijk te schrijven over je eigen pijn en verdriet? Maar ik vind het lastig als je dat vraagt. Wat ik lastig vind aan die vraag is dat ik wel daarmee zit. Dat ik het idee heb dat mijn werk. Dat je daarmee het werk reduceert tot dat. Snap je? Omdat ik heel veel in therapie ben geweest in mijn leven, was ik nodig. En ik heb ooit gevraagd aan een therapeut. Daar heb ik trouwens ook over geschreven. Dus ik zei: dat was een tijd dat ik nogal aan flarden lag. En ik zei: als ik me zo voel. Heeft het dan wel zin om op een podium te staan, om die gedichten voor te lezen? Want deel ik dan niet iets wat eigenlijk, dus die pijn,
vermeerder ik die dan op een of andere manier niet, snap je? Mm-hmm. En hij zei, die breng je ook over op anderen dan? Ja, ergens. Van hoe kan ik nou iets brengen wat waardevol is als ik me zo voel? En toen zei hij, jouw werk gaat over gemis. En iedereen kent gemis. Dus op het moment dat je dat kunt vormgeven, hij zei het niet in die woorden, maar daar kwam het op neer. Op het moment dat je dat kunt vormgeven, vindt er eigenlijk een communicatie van het gemis plaats. En dat is waardevol, zei hij. En ik weet ook dat er verschillende, ook filosofen hebben daar verschillende uitspraken over gedaan. Maar ik heb het wel graag aan willen nemen dat dan zo is. Maar mijn hoe vraag het was te ook, doen is. Hoe is het om dat te doen? En denk je bijvoorbeeld niet vaak altijd per se leuk, want ik heb met deze bundel heb ik ook echt gedacht van ik realiseer me ook dat mijn werk een manier is om de pijn vorm te geven. En ik denk ik wil ook wel wat anders vorm geven. Een tekst uit jouw boek, een wijze tekst vind ik dan, is wat je verborgen houdt, waar je niet over nadenkt en niet over praat, kan zich niet ontwikkelen. Nou, ik heb over mijn computerspelletjesverslaving geschreven. En toen kreeg ik een brief van een vrouw die schreef, ik heb ook zoiets gehad, ik heb een eetverslaving. Ik had een hele stapel pannenkoeken voor mezelf gebakken. En ik had ze gegeten en toen had ik er nog een paar over. Dus ik zat vol, die heb ik weggegooid. Heb ik echt flink in de vuilnisbak gedaan. Zodat ik ook dacht, ik ga ze niet meer opeten. Toen heb ik die na een paar uur toch weer eruit gevist. En schoongewassen en opgewarmd. En alsnog opgegeten. Dat heb ik ook gebruikt in een voorstelling. Dan heb ik ervan gemaakt. En ze vond het zo lekker. Dus voortaan doet ze ze eerst in de vuilnisbak. En dan, maar het is, die eetverslaving op zich is natuurlijk niet grappig. Maar dus doordat ik er, dus het is wel zo. Het is, ja, dus door erover te schrijven en er ook nog op zo'n manier over te schrijven dat je er misschien wat om kunt lachen, ontstaat er wel een ruimte, ja, door dat er, dat je, dat zei dat ook weer, nou ja. Ja, dus dat, ja, dat je, dat is ook, dat is ook het idee van elke verslaving, dat het pas kan stoppen op het moment dat je het eerst gewoon kunt gaan zeggen en erkennen en gaan zeggen. En dat staat dan toch al over dat het zich niet kan ontwikkelen als je er niet over nadenkt? Ja, dus het is wel. Die ontwikkeling, is dat iets wat jou heel bewust bezighoudt? Wil jij jezelf ontwikkelen? Dat is wel volgens mij waar het leven voor is, om te leren. Ja, dat je dus, dat ik niet volgend jaar nog dezelfde ben als nu. Ja. Maar tegelijkertijd ben ik, net als bijna iedereen, ook een gemakzuchtig wezen die graag in een warm bad gaat liggen. Touches blue. Als 11-jarige kwam ik op een middag de trap af en wist ik dat ik er was en er niet meer zomaar niet kon zijn. Ik bestond. Daar had ik zelf niet zoveel over te zeggen. 30 jaar daarna zag ik in een marktkraam op de Dappermarkt levende karpers liggen. Wat een manier om te sterven. Een marktkoopman die mij gebiologeerd zag staan kijken, riep: je kunt niet zeggen dat ze niet vers zijn. En ik keek en ik keek en ik dacht: het ligt niet aan jullie. Het is niet jullie schuld. Het is natuurlijk ook zo dat als je schrijft, kan ik eindeloze tijd nemen om het precies zo op te schrijven als ik het wil opschrijven. En als we praten, dan moet je, en op zich heb ik daar geen last van in het dagelijks, weet je wel, gewoon als we gewoon zouden praten. Maar dat je denkt, dat is toch voor televisie, of dan wil je het. En dan moet je het meteen zeggen. Terwijl je, als je schrijft, neem je alle tijd. En ik ben nogal een langzame schrijver, dus ik doe heel lang over één bundel. Ken jij jezelf goed? Ken jij jezelf goed? Deels noodgedwongen, denk ik, maar dat je. Ja, ik heb mezelf wel een beetje leren kennen, ja. Ja, maar ik moet natuurlijk meteen aan de Bijbel denken. Met mijn Barneveld's de ken u zelf, hè? Dat is de hoogste. Nee, dat is. Ik denk, als je jezelf echt kent, dan ben je verlicht. Ik zou niet over mezelf willen zeggen dat ik verlicht ben, nee. Maar dit can be better. It can be worse. Alles kan beter. Als jij jezelf nog beter zou kennen, wat zou er dan anders zijn? Ja, dan kan ik pas weten dat ik mezelf ken. Nee, maar nee, ik denk. Maar ik, nu moet ik aan een boeddhistische leraar denken die zei dat je veranderen gaat vanzelf. Maar ten goede veranderen, dat gaat niet vanzelf.
Dus daar moet je toch wat voor doen. En ten goede veranderen heeft denk ik te maken met jezelf leren kennen. Ik doe mijn best. Mooi. Dan kunnen we weer naar beneden volgens mij. Zal ik voorgaan? Ja. Of moet je dan... Eigenlijk wil ik alleen maar gedurende mijn eigen werk voorlezen. Dat is gewoon precies zoals ik wil dat het verwoord is. Maar dan gaan we mooi en dan doen. Moet ik zo live maar dingen net doen. Eigenlijk in die gedichten doe ik me beter dan dat is mijn beste versie van mezelf. Maar dit is een pluktuin. Ja, ik had deze zin te plukken. Kunnen, ja, mag nou, dat mag hier geloof ik ook. Ik dacht dat het metaal was, maar het is allemaal hout. Allemaal? Ja, volgens mij wel. Alleen die witte dingen. En lekker warm hier. Ja, dat is lekker, ja. Eventjes. Dat is wel koud windje. Mooi. Ik wil het eigenlijk met jou nog wel even hebben over de tijd in Schotland. Want daar heb jij 2,5 jaar ongeveer. Ja, iets langer nog. Ja. Gewoond. En dan zat je in een boeddhistisch centrum. En daar zocht je voor Harry. Zorgde je? Ik zorgde voor Harry. Zorgde je voor Harry. Hoe kwam je daar terecht? Ik had familie ontmoet van Harry in Nederland. Zijn zoon en zijn kleinzoon. En via, dus zij hadden me over Harry verteld. Als ik het heel kort samenvat, heb ik over hem gedroomd. En die droom, ja, dat vind ik dan wel een beetje vaag klinken. Maar het was wel zo dat die droom zo mooi was, dat ik dacht ik ga die man opzoeken. Kun je vertellen wat er gebeurde in die droom of is dat... Eigenlijk gebeurde er heel weinig. Ik was een boek aan het lezen van Jung. En hij schreef over dromen en dat je ook om dromen kunt vragen. Toen dacht ik, nou dat ga ik eens proberen. Heb ik daarna trouwens nog wel vaker geprobeerd, maar het is niet zo dat het dan altijd maar lukt. Maar ik stond daar blijkbaar op dat moment heel open voor. Dus ik heb gevraagd of ik een droom mocht krijgen over iemand die belangrijk voor me was, misschien zonder dat ik het zelf wist. En toen heb ik over hem gedroomd. Over hem, ook over een tante van me, een zusje van mijn vader. Dus die kwamen allebei in dezelfde droom. Toen ben ik hem op gaan zoeken. Ik wist dat hij in een boeddhistisch centrum woonde. En toen had ik daar geboekt. Dus ik heb geboekt voor 2 weken. Ja, dus, en toen werd ik wel geraakt door het boeddhisme en ook door Harry. En toen kreeg ik niet zo veel later de vraag of ik voor Harry... Dus er was iemand die voor Harry zorgde en die ging ermee ophouden en of ik... Dus zocht iemand die voor Harry wilde koken en boodschappen doen. En hij was toen 92? Hij was toen 92, ja. Ja. En wat voor band hadden jullie? Ja, we waren vrienden. En dat is heel bijzonder om... ik heb niet eerder ben ik bevriend, ook niet daarna meer bevriend geweest met iemand die zo oud was. Hij was ook wel een beetje een leraar, dus ik leerde wel veel van hem. Dat vond ik trouwens ook wel verrassend in het boeddhistische centrum, dat... ik heb eigenlijk vanaf het begin dat ik heb gekozen om te schrijven, ben ik ook op zoek naar excuses om het niet te hoeven doen. Dus ik heb een soort problematische verhouding daarmee. En toen ik in het boeddhistisch centrum kwam te wonen, dacht ik, dat is natuurlijk een ultiem excuus. Dat je denkt, ik ga mijn spirituele ontwikkeling werken. Dat is natuurlijk een hele goede reden om niet te hoeven schrijven. Dus toen vroeg ik ook aan mijn leraar, Akko Rinpoche, van nou, ik ben nu hier. Zal ik dan, zolang ik hier ben, even dat schrijven dan maar laten. En me richten op het boeddhisme en op het bestuderen van het boeddhisme. En toen zei hij, there's no reason for that. En toen zag hij mijn gezicht, blijkbaar trok ik nogal een teleurgesteld gezicht. En toen zei hij, or, if writing always makes you so tired, look for another job. Dus dat was heel, ja goed hè. Een hele... En hij heeft me ook teruggestuurd uiteindelijk. Of eigenlijk zeg je moet terug naar Amsterdam. Because it's no time for you to have a holiday. Dus blijkbaar dus ik... Terwijl ik juist dacht van, weet je wel, dat is... En dat denken schijnen veel mensen te denken van, je moet je terugtrekken van de wereld. En
en mediteren. En dat is ook misschien voor sommigen, maar voor mij blijkbaar nog niet. Ik heb blijkbaar nog iets te doen. Voordat je echt aan je ik weet niet verlichting hoe ik, of ontwikkeling... Nee, ja, ik, maar schreef je nee, dat? Nee, toen vroeg ik aan Harry, toen zei ik tegen Harry, want voor mij is het wel zo, dat vind ik moeilijk uit te leggen aan jou, want jij mediteert niet. Dus, en dat is lastig om uit te leggen aan iemand die dat niet doet, waarom dat zo belangrijk is, voor mij dan. En ik denk echt dat een van de, voor mij is dat echt een van de, dat is ook in het boeddhisme wel zo, dat je eigenlijk is mediteren, kun je niet onderuit, eigenlijk. Want? Dat wij meestal zijn wij bezig met wat er geweest is of met wat er nog moet komen. En wat er nog moet komen, dat is eigenlijk een projectie van wat er geweest is. Dus dat is, verder kun je je niet iets daarover voorstellen eigenlijk. Je bent eigenlijk voortdurend aan je leven voorbij aan het leven. Want je bent bezig met wat er is geweest of met wat er nog moet komen. Nou, op het moment dat dat echt tot me en als je mediteert? Dan ben je bezig met proberen dus niet bezig te zijn met wat er is geweest of wat er moet komen. En dat ben je wel, dus steeds terug te gaan naar dat je er bent. En dan ben je in het nu? Hier. Ja, dat vind ik dan zo ook. Ja, eigenlijk wel. Maar dat, of dan ben je, ik weet niet wat er dan. Dus dan gebeurt er iets wat in ieder geval waarvan ik heb ervaren van ja, dat is. Dan ben je niet meer aan je leven aan het voorbijleven. Dat zijn maar glimpjes. En wat gebeurt er dan? Op het moment dat je dan. Dat kan ik niet. Dat is moeilijk te zien. Dat zei ik ook een keer tegen Harry. Harry, als ik het goed begrijp, gaat het over iets beyond words. Ik zei ja, dat heb je goed begrepen. Ik zei Harry, but I'm a writer. Ja. Hij lachte. Ja, maak je maar geen zorgen. Je bent toch nog niet verlicht. Maar als je bij het boeddhisme, dan heb je een soort belijdenis die je kunt doen. Dat is dan, you take refuge. En dan krijg je een naam. En dan, dat is best een beetje random. Dat is een monnik met zo'n stapel kaartjes waar allemaal namen. En dan is het een ritueel. En toen kreeg ik een naam. En mijn naam was Liberator with the Power of Words. Nou, dat was aan de ene kant het gevoel van, oh, no escape. Weet je, ik wou er eigenlijk dus ook vanaf. En aan de andere kant dacht ik, ja, maar als dat het zou kunnen zijn... Als dat is wat ik mag doen, dus dat ik een bevrijder mag zijn, misschien in de eerste plaats van mezelf, met de power of words, ja, dan is het misschien wel de moeite. Maar... En bevrijden van? Van gevangen zijn. In? In van alles. In jezelf, in verslavingen, in gewoontes. Heb jij een bepaald doel nog? Is er iets waar je naartoe leeft? Iets waar je wil zijn? Niet anders dan een steeds liefdevoller iemand kunnen zijn, eigenlijk. Maar dat klinkt zo, maar dat is wel zo. Ik zou eigenlijk heel graag een zegen willen zijn voor mensen die me ontmoeten. Dus dat het echt fijn is om, weet je, en dan niet in de zin van, want dan ben ik zo goed. Maar omdat het... ook voor mezelf, dat het fijn is om er te zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik zit erover na. En dat is volgens mij iets... Ik denk, wat zal ik nou zeggen, maar... Ik weet niet of het een zegen is, maar het was wel heel leuk om jou hier vandaag weer te ontmoeten. Dus we kunnen gaan, denk ik. Ik heb nog één ding voor jou, dat is mijn boek. Want ik wil ook graag een citaat van jou hebben voor mijn wijsheidsboekje. Oh, dat is een wijsheidsboekje. Dit is jouw bladzijde. En dan ga ik een bosje bloemen plukken. Kijk. To be or not to be, just like the poets try to tell us what they see, like the painter will endeavor to portray. Kijk eens wat ik heb. Kijk nou, moet ik nou gaan staan? Dat is misschien wel goed, hè? Om even gaan staan. Ik moet hem zo geven, dat is niet... dat is wel goed, ja. Dankjewel. Maar dat is... Mooi. Wat mooi zeg. Wauw, dat hierin kun je zit goed. Al mijn dankbaarheid en blijheid over deze dag. Wat een talent om bosbloemen te zagen. Nee, ik kan wel wat. En wat heb jij geschreven? Ik heb geschreven dat staat in curriculum. Er is mos. Het levende bewijs dat je kunt groeien zonder wortels. Ik ga er niks meer over zeggen. Nee, ik ook niet. Het is kunst. Dat ook een beetje. Ik had misschien de blaadjes eraf moeten halen een beetje. Maar dat moet wel. Je thuis dan maar doen. Precies. Oh, ik neem deze mee. Dankjewel hè, voor de tekst en vooral voor deze dag. En graag gedaan. Het allerbeste. Geniet van de bloemen. En jij ook bedankt. En ik ga naar de volgende etappe. Doeg hè. Doeg. Wat een verrassende oorspronkelijke geest heeft die Tjitske toch. Het is aangenaam en opwekkend om naar haar te luisteren. Ik zou bijna zeggen een zegen.
En nu op weg naar mijn volgende gast, oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm. Zou het met hem marcheren worden in plaats van wandelen?